Oké. Hoe de... Hoe kan dit? Yo, Kevin van het Westen van hier en leuk dat je kijkt naar de aflevering van PixArk. Jawel, we zijn terug in de mooie PixArk wereld. En ik loop hier rond op mijn Packie en ik zie hier een mooie brontoffer level 449, sorry. Volgens mij is mijn passive team level 70 voor een passive team. Oké, dat is best wel hoog. Oké, we gaan even terug richting de swamps. Want, even kijken, dit is de Novice Grassland, dit is de swamp. Oké, we voelen in één keer hot als we in de swamp zitten. Jawel. Alleen, we willen kijken. Daar is een raptor in de verte. En een turtle. Ik wil eigenlijk ook een turtle temmen. Maar, wat we gaan doen is, ik wil eigenlijk zo gauw mogelijk level, volgens mij is het level 15 zijn. Even kijken. Engrams. Ja, wanneer kan ik de Sleepy Engrams maken? Even kijken. Dat is level 15. Yes, dus moeten we nog even verwachten. En wij zijn namelijk level 12. Dus we moeten nog een aantal levels doen. Wat ik gewoon ga doen, is ik... Hey, hier staat mijn dodo. Ja, ik wil eigenlijk dodo's gaan doden. Weet je wat? Ik ga gewoon jou aanvallen. Mijn Packie kan dit makkelijk aan. Kijk, hij is al gewoon weer dood. Nice. Zo doen we dat gewoon. En dan pak ik even de speer. En gaan we dit eventjes harvesten. Kijk eens aan, wat mooi. Nou, hier krijg ik ook een beetje XP voor, volgens mij. Dus wat ik eigenlijk wil gaan doen, is... Ik wil level 15 worden. Ik wil die Sleepy Arrows. Wil ik gaan... wil ik gewoon gaan verzamelen. Gewoon gaan maken. En daarna... Oké, ik ga jou aanvallen. Als ik hem kill, wil ik kijken of ik XP krijg. Oké, ik kreeg een best wel goed aantal XP. Oké, alleen jij, je hebt wel wat besjes nodig, denk ik. Even kijken, hier heb je wat besjes. Zo. Dan kun je even eten en een beetje healen. Ja, dat is op zich best wel nodig. Jawel, dus ik ga even levelen. En ik zie jullie dadelijk, denk ik, terug wanneer ik level 15 ben. En dan kunnen wij ze dadelijk, dan kunnen wij ze dadelijk Sleepy Arrows maken. En ga ik proberen vandaag die Raptor te temmen. Ik heb geen idee of dat gaat lukken, maar dat zullen we zien. En ik ben level 15. Yes, we gaan naar Engrams. En dan scrollen we even naar die kant toe. Even kijken. Yes. Stone Arrow, Sleepy Arrow en een bow. Dat is wat ik nu wil hebben. En ook de Sleepy Potion. Dat lijkt me ook wel handig. Oké, kan ik een boog maken? Zo, ik kan een boog maken. Ik heb voor normale arrows heb ik flint nodig. Oké, dan moet ik even kijken of ik ergens wat flint kan vinden. Hier is flint. Jawel. Ook ga ik even naar Gamma 3. Jawel, het is net als Ark. Je kunt gewoon Gamma gebruiken. Wat heel nice is. Hey, en kan ik ook stone tools maken? Volgens mij is dat ook wel level 15. Oh nee, die kan ik eigenlijk al lang maken. Oké, kan ik een stone tool maken? Even kijken, stone tools. Wat heb ik daarvoor nodig? Rocks natuurlijk. Oké, dan gaan we dat meteen ook even doen. Dan gaan we meteen ook even stone tools maken. Even kijken, volg mij nog steeds. Even kijken, dus ik wil jou gewoon eventjes... even kijken. Wissel als stop. Nee, wissel. Ga stoppen, oké, nice. En voor mij is hier is mijn hol naar beneden. Yes, dit is mijn hol naar beneden. Waar een dodo in vast zit. Arme dodo. Sorry dodo, ik moet eventjes een paar steentjes hakken. En nice. Weet je wat, ik geef je gewoon besjes. Ja, maar die toch opgesloten zit. Craft, even kijken. Waar zijn de stone dingen? Ben ik blind of zie ik ze niet? Ja, hier. Stone pickaxe, dan heb ik waarschijnlijk nog wat meer dingen nodig. Even kijken, jij kan dus weg. Jij kan ik droppen. En de stone pickaxe komt er van in de plaats. En dan gaat het ook allemaal een stukje sneller. Kijk, nu is het nog 4, 5, 6 slagen met deze pickaxe. Oké, ik heb je nu geslagen. Dus nou blijf maar lekker vastzitten hier, dodo. Nou blijf hier maar lekker vastzitten, dat maakt me helemaal niks uit. Ik kom wel terug wanneer je... niet geërgerd bent. Oké, kan ik nu ook een axe maken? Even kijken. Ik kan ook een axe maken. Dan kan ik deze droppen. En dan staat hij automatisch op die plek. Hoe mooi is dit? Oké, dan wil ik even terug gaan naar onze flint hier. Hier is ook flint. Nice. Naast het hele mooie lelijke huisje die we gewoon een keer gaan verlaten. Sowieso. Dus we gaan de flint hakken. Dan kan ik er een heleboel arrows mee gaan maken. En dan heb ik narcoberries nodig. Ik heb gewoon narcoberry en een arrow. En dan krijg je dus een sleepy arrow. En ik wil gewoon kijken of het mogelijk is
Of het mogelijk is, jawel. Of het mogelijk is om een raptor daarmee down te krijgen. Wat ik eigenlijk wil gaan doen, is ik wil om een berg zo gaan staan, waar de raptor niet op kan komen. En dan wil ik zodoende, wil ik even kijken, craft 10. Wat heb ik meer voor nodig? Meer wood, oké. Dan gaan we even wat wood verzamelen. Dan wil ik, ik wil eigenlijk zo op een plek gaan staan waar een raptor niet bij kan komen. En dan schiet ik gewoon arrows op hem. Dat is gewoon heel simpelweg wat ik ga doen. Dus ik denk dan gewoon met dirt of zo dat ik een soort van platformpje maak, dicht bij de raptor in de buurt. En dan ga ik daar gewoon op staan. En dan kan hij hopelijk niet bij mij in de buurt komen. Dat zou echt enorm mooi zijn. Even kijken. We maken deze, even kijken. 25 stukjes, helemaal goed. Daarna, even kijken. Hoppa, 32 van deze. Ik had een boog gemaakt. Jawel, die is toen maar in slot nummer hier. Oké, okay. Dit moet even allemaal weg. Als ik doodga, is de kans aardig groot dat, dat ik het allemaal kwijtraak. Maar dat maakt me niet heel veel uit. Oké, okay, heb ik een heleboel blokken. Waar heb ik de meeste blokken van? Ik heb, even kijken, 11 dirtblokken. Ik wil wel meer dirtblokken hebben. Ook hebben we een nieuwe quest vandaag. Die wil ik eigenlijk ook doen, maar die zit in de buurt van de raptor. Okay, dit geeft mij gewoon heel mogelijk veel dirtblokken. En dan wil ik even een klein platformje van maken, dadelijk. Oké, okay, wat ik ook wil zien, is... Ik wil even een engel gaan. Ik wil even kijken. Raptor. Raptor staat dus pas level 30. Oeh, dat is best wel... Dat kunnen we nog niet op ons raptor rijden. Maar in ieder geval is voor protection. Dat zou heel nice zijn. En ik ben ook helemaal nog niet die kant op geweest. Ik ben gewoon bang voor de raptor die er zit. We kunnen ook deze Pterodon neerhalen, maar Pterodon level is... Of Pterodon saddle is level 20. Dus moeten we nog eventjes op gaan wachten. Oké, okay, nou we gaan eerst even checken waar die raptor zit. Oké, okay, daar zie ik allemaal dodo's. Oké, okay, zo kan ik beter spotten, dingen spotten. Oké, okay, laten we even naar Gemma 4 gaan. Ja, dan kan ik iets beter zien. Mijn game ziet er misschien lelijker uit zo. Maar dat is de bedoeling. Oké, okay, dan wil ik even naar mijn zesde slot. Dat zijn de blokken. Oké, okay, ik zie de raptor in de buurt. Oké. Okay. Oké, okay. Dit is misschien allemaal een beetje lelijk ook te doen, maar zo moet het wel eventjes. Oké, okay, waarom kan ik niet bouwen? Oké, okay. Nice. Plaats al deze dingen hier zo. Oké, okay, dus zo gaan we gewoon een soort van platformpje maken. Nice, zo, jawel. Oké, okay, hier kan de raptor niet opkomen. Nu is het idee eigenlijk alleen dat ik de raptor... Ja, moet proberen te ergeren hoor. Ik heb hem één keer gehit namelijk. Dat is hem. Ik heb hem gehit. Oké, okay, daar komt hij aan. Komt hij aan. Hij is down! Yes! We hebben hem down gekregen. Holy shit, we hebben hem raptor. Oké. Oké, je hebt meat nodig. Oké, okay, ik heb een heleboel meat voor jou. Kijk eens aan. We moeten nog mogelijk lang voor een... Yes, we hebben een raptor. Yes. Oké, okay, mijn caps lock staat aan. Ik noem hem Repti. Repti. Nice, level 7. 450 health. Holy shit, damage is 150. Dat is best wel mokelo. We hebben onszelf een raptor. Nice. Hoe mooi. Hoe mooi Repti. Kom mee, Repti. We gaan terug richting ons kleine lelijke huisje die we de vorige aflevering gemaakt hebben. Yes. En nu hebben we gewoon een raptor. We kunnen niet op rijden. Dat is op zich jammer. Maar deze dino kan ons beschermen tegen alles. Tegen alles wat we zouden willen. Nice. En de try kunnen we het van level 30 volgens mij niet. Yes. Oké. Okay. Waar is die? Hij loopt hier beneden mij. Oh shit. Oké. Okay. Hoe gaan we dit doen? Ik wil de raptor hebben. Waarom ren je een gat in, raptor? Hey, raptor. Oh, hij gaat een diep gat in. Oké, okay, hoe kom ik hier in dit gat? Oké, okay, loopt hij die andere kant er weer uit? Oké. Okay. Nice, voor mij kan ik hem hier zo raken ergens. Oh, wat is dit voor plant? Oh, daar loopt hij. Hij loopt hier beneden. Oké, okay, ik moet er zelf niet invallen. Want daar heb ik een probleem, denk ik. Oké, okay, waar is die? Waar is de raptor? Ik zag daar net lopen hier. Hé? Huh? Waar is die heen? Oh, daar loopt hij. Ik zie hem. Het gat is echt enorm diep. Hoe krijg ik hem hier überhaupt uit? Dat is de vraag.
Oké. Ik denk dat we deze raptor moeten laten gaan. Want deze raptor zit aardig diep in het gat. Even kijken. Ik zie geen andere raptor of zo. Wow, 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 die plant spuugt wat op mij. Holy shit, wat doet die plant? Holy shit, hij spuugt de ding op mij. Oké. Bronto, doe me er alsjeblieft niet in. Oké, wat nou als ik dit blokje hier kapot hak? Gaat het dan water naar beneden? Oh, dit is op zich best nice. Oké, jongens. YOLO. Oké, ik ging door het water. Oké, we gaan het opnieuw proberen. Wow, er zit een... Holy shit, ik zie nu pas dat er een soort cave of zo in zit. Een rare grot of zo zat daar. Wat is dit? Kijk, er zit een soort van bunker. Holy shit, oké. Ik moet even naar mijn crate gaan hier. Wat is dit? Ik heb dit volgens mij al ooit al een keer gezien. Volgens mij zitten daar skeletten en zo in. Net als in Dark and Light. Oké, ik ben dus daar beneden dood gegaan. Wat ik nu moest doen, is... Ik viel volgens mij in het water. Volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Oké, we gaan dit opnieuw proberen. We gaan het opnieuw proberen. Als ik weer doorval, dan is het gewoon helemaal... Dan weet ik niet wat ik moet doen. Die webster zit hier ergens beneden. Oké, ik kan toch gewoon in het water vallen, of niet? Oké. Hoe de... Hoe kan dit? Hoe... Wauw. Wauw. Ik viel in het water. Ik viel in het water. En alsnog... Oké, we gaan dit anders proberen. Ik kan hier toch niks kwijtraken, omdat ik... Oké. We gaan gewoon zo... Rustig naar... Oké, nee. Ga zo rustig naar beneden zo. Ga ik überhaupt naar beneden? Nu ga ik naar beneden. Oké. Blijf hierin. Blijf hierin. Oké. Oh nee. De raptor is hier. Oké. Oké, ik heb dingen. De raptor is hier. Ik wil hem proberen te hitten. Kom maar, raptor. Ren niet weg, raptor. Ren niet weg. Waarom hitte die arrow niet? Die wel. Oké. Okay. Hij is unconscious. Yes, oké. Okay. Woe. Oké. Okay. Pak dit ook. Er zijn nog meer arrows. Dit is een creepy cave. Daar heb je die grot die ik net zo zag. Oké. Okay. Zit hier niks in de buurt? Ik hoop het niet. Dit is een creepy... Creepy... Oké. Raw meat. Oké, nice. En dan ben ik weer. Ik ben weer boven. Yes. En ik ben achter iets gekomen. Ik heb nu in mijn inventory... Yes. Een pixblok van een raptor. Use item. En nu is het een raptor. En als ik de E-knop in convert into a pixblok... Is mijn raptor een blok geworden en kan ik hem meenemen? Ik zit ben een half uur lang proberen mijn raptor uit het ding te krijgen. Uit het ravijn. En dan kom ik erachter... Dat ik er gewoon een pixblok van kan maken. Holy shit. Dit is echt enorm goed. Ik ga eventjes meer health. Yes, oké. Okay. Ik ben ook dit gevonden. Coal. Dus er is blijkbaar coal in het ravijn. Geen idee waarom. Maar ik heb dus nu twee raptors. Ik heb twee raptors. Is die andere raptor een female? Nee, ik heb twee males. Even kijken. Use item. Twee raptors. En is een packy egg. Oké, dus ik heb level 13 raptor. Oké, deze packy is boos op mij. Deze packy boos op mij? Nee, toch niet. Oké. Oké, dus ik heb raptor level 7. Met deze stats.
Ja, en een Raptor met deze stat. Dus twee goede Raptors eigenlijk. En ik ben enorm blij dat we vandaag twee Raptors hebben getemd in deze aflevering. En de volgende aflevering gaan we denk ik proberen een schildpad te temmen, een turtle. En ja, we moeten tot level 30 wachten voordat wij pas deze Raptors kunnen bereiden, dat we Raptorzaden kunnen maken. Maar we hebben twee Raptors gestemd in deze aflevering. Vond je deze aflevering leuk en wil je meer PixArk video's zien, laat dan natuurlijk een like achter op deze video. Abonneer als je nieuw bent en hopelijk zie ik jullie allemaal terug in de volgende aflevering van PixArk.